Ruim 75 moskeeën zijn reeds voorzien in de eerste fase van het Ramadan-pakkettenproject van de Pertja Jaluher, PL. Bij de volgende fase zullen de overige 150 moskeeën worden bedacht. Landelijk zijn er ongeveer 250 moskeeën. Het verpakken en de distributie van de pakketten startte gisteren in het PL-partijcentrum te Beekhuizen. PL-voorzitter Paul Somohardio benadrukt dat het niet gaat om een verkiezingsstunt.